Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F1 22 My Team Career Mode. Mijn naam is Gianan Schraven en vandaag gaan we verder voor aflevering nummer 33. De start van seizoen 3 staat op het programma. We gaan dus een nieuwe My Team, nieuw seizoen gaan we dus in en kijken wat dat dan gaat worden. Maar het allerbelangrijkste is gewoon, heb jij die vorige video in Brazilië gemist? Zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien? Dat kan rechtsboven ietsje. Klik erop en zie die video verschijnen. Maar het allerbelangrijkste is gewoon, ben je nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal? Gewoon even doen. Abonneer vooral voor meer wekelijkse Formule 1 My Team Career Mode content. Je kan van mij 2 video's op zaterdag en zondag verwachten. Dat zijn 2 video's in totaal. Dat hebben jullie echt niet verwacht. Dan moet ik het goed zeggen. 1 video op de zaterdag en 1 video op de zondag. Standaard tijd 1 uur in de middag. Dus gewoon dat belletje aanzetten. Zo mis jij geen enkele video meer van mij en mijn kanaal. Hebben dus 150 subs aangetikt. Later pushen naar die 155 abonnees. Dus ben je nog niet geabonneerd, gewoon even doen. En ja, volg me even op de sociale media. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. Helaas zijn er 2 updates gefaald. Van de betrouwbaarheid en de powertrain. Dus die moeten we opnieuw gaan bestellen. Nou hebben we daar gelukkig de resource punten voor. En kunnen ook even gaan kijken wat we met de faciliteiten gaan doen. Van de powertrain, kwaliteitscontrole en het bouwingstijd. Dat wordt dus verminderd, waardoor er meer productie kan worden geleverd. En dat de bouwtijd korter is. En dat, ja, hoe noem je het? Dat de errors minder worden. Goed verhaal. Maar goed, vorig seizoen werden we 6e in Brazilië. Sloot het seizoen uitstekend af. Hopelijk kunnen wij het seizoen goed beginnen. Want dit wordt al onze 3e seizoen in My Team Career Mode. En ik heb nog geen podium of overwinning gezien. En dat is nogal pijnlijk. Dus hopelijk dat wij dit seizoen echt kunnen meedoen voor de prijzen. Ik ben er bang voor, maar je weet het maar nooit. It's terrible. Drives like a pig. Oh, you can't say that. Why not? It's a Ferrari. It's a shitbox. Richard Verschoor gaan wij gewoon verlengen. 3 miljoen krijgt hij gewoon als salaris. En jazeker, dat heeft hij geaccepteerd. Weer een dubbele Nederlandse line-up bij Schraven Racing. Goed hoor. Wow. En ja, Daniel Ricciardo, dus weg bij McLaren, is ermee gestopt. En keert dus ook nooit meer terug. Hetzelfde geldt voor Sebastian Vettel, die in seizoen 1 al met pensioen was. Maar goed, we hebben hier een dilemma met de aerodynamica. En ga voor suggest. Dat is altijd goed om te zien. We kunnen helaas niks meer opmaken bij de kalender. Misschien nog wat faciliteiten kijken of we dat nog kunnen doen. En dan spoelen wij de tijd gewoon eventjes mooi door. Onderdelen dus weer op de auto geschroefd. De nieuwe onderdelen zijn op de auto gezet. En die zijn dus klaar voor dit seizoen, zegt... Ja, wat is het? Ik weet niet wat zijn naam is. Ik denk Ethan. Ga maar even Ethan. Zo wordt hij genoemd. Ja, het einde van het seizoen, altijd het teamacclaim, is gewoon level 20. Wij zijn level 15. Verschoor is level 10. 20 miljoen erbij vanwege de sponsoren en het prijzengeld. We werden 6e bij het constructeurskampioenschap. In totaal $22,28 miljoen op de bank. Dat is heel veel. 0 race overwinningen gepakt. 0 pole positions. Wel 59 punten gepakt dit seizoen. Verschoor helaas 0 punten. Werd 1 na laatste als ik dat goed zeg. En wij werden 11e in het eindklassement. Dus hopelijk dat Verschoor dit seizoen er wel goed bij zit. Dat hij ook punten kan pakken. En laten we hopen dat wij misschien voor podiums kunnen vechten. Want daar ben ik echt wel aan toe. Want in F1 2021 My Team Career Mode duurde het gewoon 1 seizoen. En toen wonnen wij al gelijk de titel. Nu duurt dat langer dan 3 seizoenen helaas. Dus ja, de werkelijkheid kan soms pijn doen. Maar goed, ik verwacht ook veel van Ferrari. Ik verwacht ook veel van Red Bull. Ik verwacht ook veel van Mercedes. Hebben zij het gat gedicht naar de Italianen? Want Ferrari was gewoon dominant vorig seizoen.
Hopelijk dat dat dit seizoen niet weer het geval is. Anders is het, wordt het 3 uit 3 voor Ferrari. Oftewel, de coureurs en constructeurs kampioenschappen zijn dit seizoen en vorig seizoen allemaal naar Ferrari gegaan. Dus hopelijk dat dat in seizoen 3 niet het geval is. Maar ik ben er bang voor. Allemaal zo even kijken wat de upgrades doen. En gewoon weer 16 races op de kalender. Het is gewoon weer dezelfde kalender als vorig seizoen. Misschien dat we in seizoen 4 een andere kalender gaan doen. Wat ik wel weet is dat we dit seizoen met een andere motor gaan rijden. We gaan Honda gaan wij verlaten na 2 seizoenen. Ik vond het wel welletjes. We gaan voor een krachtigere motor en een betrouwbarende motor. Maar welke motor dat is, dat zien jullie zo meteen bij het Team Details. Nu eerst de kalender. Ik denk dat ik hem gewoon zo laat zoals hij is. Ik vind het wel welletjes eigenlijk. Ik ben geen fan van Saudi-Arabië, Monaco en Miami. Misschien dat Engeland er nog op komt, maar dat kan ook voor volgend seizoen zijn. Abu Dhabi laat ik er sowieso uit. Geen fijn circuit om te rijden. En dat is dus de kalender. Oftewel precies dezelfde kalender van vorig seizoen is ook de kalender van dit seizoen. Dan door naar de auto en de race pakken. Die worden dit seizoen anders. Het paarse gaan wij wegdoen. Dat wordt gewoon zwart, rood, wit. De kleur zwart, rood, wit. Rood, wit, blauw. Rood, wit, blauw. De kleuren van de Nederlandse vlag gaan er gewoon in worden verwerkt. Waarom? Het team is Nederlands. Wat ik ook al zei bij de grote prijs van Nederland. Ja, het team is Nederlands, verschoren is Nederlands, wij zijn Nederlands, volledig Nederlandse line-up. Dan verwacht je ook wel dat het team in de kleuren van de Nederlandse vlag wordt gemaakt. Wauw! We gaan even een mooie helm uitzoeken. Ik zie ook dat Lando Norris een helm beschikbaar is, maar die gaan wij dus niet doen. Deze kunnen wij nog niet pakken. Daarvoor moeten wij de podiumpasses gaan voltooien. Maar ja, daar zit ik eigenlijk niet zo mee. De podiumpasses interesseert mij niet zoveel. Ik ben meer uit op content. Jazeker, content. Daar doe ik het voor. En deze helm, die gele helm, wordt gewoon aangepast. Het is toch een andere helm geworden. Gaan hier wat moois van maken. Hopelijk dat jullie het ook mooi vinden. Ik hoop het wel. En zo niet, dan hebben jullie pech gehad. Zo simpel is het. Gaan hier gewoon weer oranje, blauw, wit, rood in verwerken. En zit ik even te kijken welke kleur blauw het mooiste is. Want dit is ook blauw, maar ja, het is meer richting, wat is het? Hoe moet ik het noemen? Ik weet het niet. Het is een blauw wat ik niet zo fijn vind, dus dat wordt sowieso aangepast. En ja, daar geldt ook bij. De racepakken worden aangepast. De handschoenen worden aangepast. En van alles en nog wat namelijk. We kunnen ook wit proberen, maar ik ben meer van de kleuren namelijk, dus ja. Dan gaat die eruit. Grijs vind ik ook niet zo mooi. We houden het gewoon bij blauw. Wel de goede blauw kiezen, want anders is dat ook geen gezicht. We kunnen die paarse rand kunnen wij wit maken. En misschien ook een deel oranje erin verwerken. Rood, wit, blauw. Is ook niet verkeerd. En dan dit moet dan een andere kleur worden. De vraag is welke kleur. Het kan oranje worden. Het kan groen worden. Het kan geel worden. Het kan paars worden. Het kan, wat kan het nog meer, zwart worden. Het kan wit worden. Alle kleuren zijn beschikbaar, denk ik.
We kunnen ook geel pakken. Of meer richting groen. Het is allemaal net wat de smaak van mij is. Maar ik vind dit ook niet verkeerd. Zeker omdat je nu die rood-wit-blauwe strepen goed ziet. Als je bijvoorbeeld geel of groen pakt. Dat zie je echt heel goed. Kijk, zoiets. Dit zou wel mooi zijn. Dit ziet er wel heel vet uit, eerlijk gezegd. Even kijken of we nog een andere kleur kunnen pakken. Of ook, ja, wat is het? Bruinachtig, dat kan ook. Of geel. Dan gaan we meer richting de jumbo kleuren, namelijk van Verstappen. Ziet er ook niet verkeerd uit hoor, in mijn optiek. Of we kunnen de helm rood maken en die rode streep oranje maken. Dan gaan we meer richting, wat we ook bij de Nederlandse Grote Prijs hadden in seizoen 2. Dat we daar terug gaan namelijk naar die kleurenstelling. Dus allemaal even kijken wat we gaan doen. Allemaal even kijken. Maar zover ik het tot nu toe heb gezien, is het allemaal wel welletjes. Waarom, ja, wie gaat nou deze helm beoordelen? Wie wil deze helm nou zien? Ik denk dat het meer om het racen gaat. En, ik ben ook benieuwd, kan deze helm het podium beklimmen dit seizoen? Dat is nogal de vraag. Kunnen wij dit seizoen onze allereerste podium pakken in My Team Career Mode? Het heeft heel lang geduurd voordat we een vierde plek hadden gehaald. Dat was in seizoen 2 in Hongarije. We waren er dichtbij. Maar ja, de auto was gewoon niet goed genoeg en toen werden we als vierde. Dit is ook niet verkeerd. Rood, blauw, wit, oranje. Een vleugje Nederlandse tint eraan. Ook allemaal niet verkeerd. Ik vind het mooi. Ja, een mooie kleur, een mooie helm. En nu op naar het pak. Dat wordt ook deze kleur. En het pak kunnen we baseren op de helm namelijk. Dus dit wordt ook een volledig rode pak. Met een wat andere drie kleurenstrepen. Zo ja. En dat betekent ook de handschoenen worden ook gelijk aangepast naar diezelfde kleur. En jazeker, dat is dus compleet. De handschoenen zijn ook mooi gedaan. En dan is het tijd voor de auto. En dit is dan de auto waarmee ik wil gaan rijden. Een hele mooie kleur rood. Echt, het is donkerrood. Ik zou meer zeggen dat het, hoe noem je dat nou, wijnrood is. Het ziet er heel mooi uit. En ja, de kleur gaan wij gewoon mat doen. Een matte kleur. Heel erg vet. Dat blauw ook. Het ziet er heel nice uit. Eerlijk gezegd is het... Dit schreeuwt gewoon om... wat is het? Een aanvalsauto. Kijk maar ook naar die blauwe streep. Op... wat is het? Op de voorkant. Het is echt agressief. En wij kunnen ons zichzelf zo laten zien. We kunnen even het rode misschien gaan aanpassen naar een wat donkere kleur of wat lichtere kleur. Maar ik vond wat ik net had, vond ik heel mooi. Dus daar laten we het ook gewoon bij, denk ik. Het blauw misschien nog even aanpassen. Misschien een tikkeltje donker. Misschien een tikkeltje lichter. Allemaal net wat de smaak is. Maar zo ziet het eruit. Zo ziet de auto eruit voor dit seizoen. Jazeker. De persoonlijke sticker. Kijken wat dat dan gaat worden. Misschien gaat de Spotify Wave weg. Of misschien behouden we hem gewoon. Kijken wat het mooiste is. Jammer dat je de kleur niet kan aanpassen van die wave. Dat zou wel vet zijn als ze die bijvoorbeeld blauw hadden gemaakt. Of oranje. Maar goed, dat kan helaas niet. Dan nog even het team branding. Het logo moet worden aangepast. Het team kleuren moet worden aangepast. De S zit nog steeds erin vanwege mijn achternaam Schraven. En je hebt hier geen J helaas volgens mij. Dus dat is jammer. Achtergrondkleur wordt dus rood.
donkerrood. Zo ongeveer. De S moet ook worden aangepast naar andere kleuren stellingen. Instellingen bedoel ik, sorry. Zo ongeveer. Even spelen met het blauw, kijken wat de juiste blauw is. En ik vind het wel mooi, jazeker. Nu ook even de teamkleuren aanpassen naar de juiste kleuren. Want het zou echt geen gezicht zijn als de teamkleuren nog paars waren. En ja, wij rijden met een rode auto. Dus die is nu ook aangepast, jazeker. Even alles dubbel controleren. En dan kunnen we door naar de details. En we gaan Red Bull Powertrains, Honda. Oftewel, gaan wij dumpen voor Ferrari. We gaan voor de Italianen. Ik zat nog even te twijfelen tussen Mercedes en Ferrari, maar het wordt toch Ferrari. Ja, waarom zat ik te twijfelen? Kijk maar, ze zijn allebei gelijk. Kosten allebei evenveel. Maar goed, ik ben fan van Ferrari. Mercedes interesseert me niet zoveel. En we rijden ook met een rode auto. Dus ja, dan verwacht je wel dat we voor de Prancing Horses gaan. Dan de hoofdsponsor. Die gaan we wat uitdagender maken. Want deze hoofdsponsor was wel heel erg makkelijk. Daardoor hadden we ook alles gelijk binnengehengeld. En dan gaan we proberen om een moeilijkere sponsor te pakken. Hoe moeilijker het doel, hoe hoger. Ja. Het geld, het inkomen. Dat is gewoon het doel. We moeten zoveel mogelijk zien binnen te harken van de hoofdsponsor. En de ja, kleine sponsoren dan. Om de auto nog beter te maken dan dat hij nu is. Want ja. Hij is niet goed, hij is langzaam, hij is traag. Noem het maar wat je het wil, het is gewoon een vrachtauto. En dat moet gewoon niet, het moet een Formule 1 auto worden. Het moet een auto waarin wij kunnen laten zien dat we kunnen meevechten voor de wereldtitel. Helaas is er dat nog niet van gekomen. Hoop ik dat dit seizoen wel gaat gebeuren. Maar goed, ik heb dat verhaal al 10 keer verteld. Sponsor even uitkiezen, welke de juiste is. We kunnen de 6e eindigen in het constructeursklassement, want dat waren we vorig seizoen ook. Als alles mee zit, kunnen we dat gaan halen. Of 15 punten in het constructeurskampioenschap pakken. Was vorig seizoen ook gelukt. Dus ja, ik heb wel hoge moed, hoge hoop dat dit wel goed komt namelijk. 15 constructeurspunten moeten wij dus dit seizoen halen. En ja, dan zijn we gewoon aanbeland bij ja, het normale, het oude. De kalender even opvullen. We hebben dus heel veel geld, dus dat kunnen we gaan besteden aan faciliteiten. Maar goed, ik zou zeggen, laten we lekker doorgaan naar de kwalificatie voor de allereerste race van het nieuwe seizoen. Seizoen 3 gaat beginnen. Daar gaan we dan voor aflevering nummer 33 van F1 22 My Team Career Mode. Dan zijn we aanbeland bij het eerste kwalificatiedeel hier in Bahrein. Aan boord is bij de nieuwe auto met de nieuwe motor erin. Geen Honda motor, maar een Ferrari motor. En kijken of wij het eerste kwalificatiedeel kunnen overleven. Schieten al een klein beetje door. Mis het aanrempunt van bocht nummer 1. Hier weer het DRS geopend. Richting bocht nummer 3. Dat gaat allemaal wel heel erg mooi. En dan zitten we aan het einde van mijn eerste run in Q1. Apex pakten wij daar heel erg mooi. DRS weer geopend. En dan komen wij bij start-finish. En dat is de snelste tijd tot nu toe. Met een 1.30.1. Dan zijn we inmiddels doorvissen naar een P13. Goed genoeg om door te kunnen komen naar het tweede kwalificatiedeel. Maar ik ga er toch uit voor de zekerheid. Want je weet maar nooit wat de concurrentie doet. Helaas mis ik daar volledig de eerste bocht. En dit is alleen maar tijdverlies. En ik hou het voor gezien bij dit rondje.
ik heb genoeg tijd om nog een keer eruit te gaan. Om nog een keer een ronde te starten. En dat doen we ook zeker. We staan nog steeds op een 13e plek. In Q1. En hopen dat dit rondje wel beter gaat dan de vorige. Het zou zonde zijn als deze ook helemaal verpest wordt. Klein beetje te ver doorgeschoten, maar dat is geen probleem. Kunnen de auto mooi redden, maar ja. We verliezen al gelijk een tiende op onze eigen tijd door dat kleine foutje van ons. De vlag hangt uit in Q1. Wij staan op een 15e plek. Ietsjes voor curbstone en ik geef het op. Maar dan zijn we gelukkig door naar het tweede kwalificatiedeel. Als we aan het einde van dat deel dus zitten, nog ongeveer 2 minuten op de klok. Dit wordt onze eerste en enige run in het tweede deel van de kwalificatie. Dus verwacht hier maar niet te veel bijzonderheden. We moeten gewoon zo hoog mogelijk zien te eindigen. De eerste bocht kon veel beter. De apex hadden we daar veel te scherp aangesneden. En dit is alleen maar tijdverlies. Ongeveer nog 30 seconden op de klok. We staan op de laatste plek van Q2, P16. Daar iets te wijd. En gaan hier ook op het laatste deel veel te wijd zelfs. DRS geopend en dan komen wij op een 16e plek. Helaas is dit het einde voor ons in het tweede kwalificatiedeel. Norris het snelste, Verstappen naar 2, Sainz 3, Leclerc 4 en Hamilton maken de top 5 compleet in Q2. Wij starten dus vanaf een P16 in onze eerste race van het nieuwe seizoen. En kijken wat dat dan gaat worden. Daar gaan we dan voor aflevering nummer 33. Months of rumor and speculation all comes to an end today as we return to racing for the opening event of what promises to be an enthralling season. Welcome along then to round one of this year's Formula One World Championship. We'll be racing around 3.36 miles of the magnificent Bahrain International Circuit today. Keep an eye out for drivers locking the front left down into the tricky braking zone of turn 10. It's time to see how our drivers are stacking up after yesterday's exciting qualifying session. Charles Leclerc lines up on pole position, edging out Lando Norris, who'll start from P2. Moving on to the rest of the grid, we have Sainz, Fernando Alonso, Max Verstappen and Perez, Russell, Hamilton, Ocon and Kevin Magnussen, Teo Pourchaire, Gasly, Yuki Tsunoda and Mick Schumacher, Albon, the Professor, Lance Stroll and Richard Vasseur, Joe, Latifi, Tictum and Robert Schwartzman. It's almost time for those 5 red lights to go out then. Let's see who can prevail today. A new season then, a clean slate where anything could happen. Anthony Davidson is with me today as we get another year of Formula One underway. We're into those tense few minutes before the first race then. Everyone's a little bit nervous about reliability. They haven't been running in the hot, turbulent wake of other cars in practice. And they've not been pushing at 100% for long durations. Let's hope no one has to deal with any nasty surprises. Dan zijn we inmiddels aanbeland bij de grid voor de allereerste race van het nieuwe seizoen. Medium hard is de strategie, geen regen voorspeld, nemen extra brandstof mee om wat harder te kunnen pushen dan de rest van het veld. We gaan gewoon beginnen voor de formation lap. We starten dus vanaf een P16 op de medium compound. Hetzelfde geldt voor Alexander Albon. Richard Verschoor start op de zachtste band. Heel veel informatie wat we eigenlijk allemaal al weten van van Mark Priestley. Excuseer, ik zit nog een beetje in de war. Waarom? Ik heb net dit spel opgenomen. En het gaat daar bijna mis, maar we weten de auto mooi te redden. En dat is goed, dan komen we aan bij de startprocedure. Zometeen in de grid slots. En dan gaan we 29 rondes lang knokken voor wat we waard zijn.
hier in Bahrein voor de allereerste race. Kunnen wij gelijk naar de punten rijden? Wat kan Richard Verschoor in zijn nieuwe auto? Staan in ieder geval hartstikke goed in de gridslots. En dan gaan we gewoon beginnen voor aflevering nummer 33 van F1 22. My Team Karemo, de lampen zijn uit en we zijn onderweg en komen niet goed weg. Heel veel wheelspin en gelijk al heel veel posities verloren aan onder andere Richard Verschoor, Dan Ticktum, Nicola Latifi en zijn McLaren. Proberen hier een divebomb te maken en moeten het rustig aan gaan doen. Verschoor ziet dat gelukkig. Geen wielen die in elkaar haken en wij komen terug op een P17, pakken daar heel veel rijders buitenom en dat is P15. Maar Verschoor zit daar aan de binnenkant, jazeker, we moeten hem laten leven. Hij maakt ook gelijk een divebomb naar, wie is dat? Tsunoda in de Alfa Tauri, maar dat lukt helaas niet. En wij kunnen daarvan profiteren en het is nog steeds P15 in de openingsronde van de race. En hier dan aan de buitenkant. Tsunoda gaat Gasly aanvallen. En wij pakken hier een twee mand in één bocht manoeuvre. Dat dus. Goed gedaan. Heel goed gedaan. Kunnen we iets bij Magnussen doen? Jazeker. Het is daar een beetje oppassen geblazen. Maar ja, pakken hier al drie rijders in een korte sector. Goed gedaan. En rijden op een P12. De volgende heet dan Mick Schumacher. En dan zitten we in ronde nummer 5 van de race. Als we daar Kevin Magnussen hebben voor een aanval. Maar wij doen daar een divebomb. Ik dacht even dat Magnussen ons zou aanvallen. Daardoor deed ik dat. En ook omdat ik niet te lang achter Mick Schumacher wou aanzitten. En daardoor hebben wij P11 veroverd. Goed gedaan. Nu zit Magnussen bij Schumacher te knokken voor P12. En nu kunnen wij dus naar Esteban Ocon toe rijden. Een prima openingsrace, openingsronde tot nu toe. Van het nieuwe seizoen. Hopelijk dat wij dit ook kunnen vasthouden voor de rest van het seizoen. En volgens mij leidt Charles Leclerc de race. Carlos Sainz naar P2. Lando Norris op het podium. Theo Pourchaire keert weer terug in de sport. Rijdt op P9. Dat is mijn oude teamgenoot namelijk. En dan zitten we in ronde nummer 8 van de race. Als Magnussen naar ons is toegereden, nieuwe strategie is beschikbaar gesteld door de ingenieur. En daar zit Magnussen aan de binnenkant te kijken, maar er is geen ruimte. En Magnussen komt daar klem te zitten op de curbstone. Rijdt inmiddels weer. En wij pakken hier helaas veel grind. Ik zat even niet op te letten. En er is een safety car op de baan geroepen. Vanwege dat ongeluk wat daar is gebeurd. Er is iets gebeurd daar. Met iemand anders. Aan boord bij Magnussen, hier op het rechterstuk, heeft heel veel snelheid in zijn Mercedes motor. Kijkt naar de binnenkant en wij blokkeren hem hier. Magnussen op de curbstone, staat daar even stil, tikt daar Mick Schumacher helaas aan. In zijn achterruit, maar kan weer op gang komen, jazeker. En dit ziet Dan Ticktum. Wat is er dan met hem gebeurd? Hij ziet dat heel veel jongens stilstaan. Wil daar ook op die curbstone rijden. Oh, hij komt klem te zitten. Dan Ticktum komt vast te zitten op die curbstone. En dat is einde wedstrijd, want hij wordt gedisqualificeerd. Een blunder van Dan Ticktum. Helaas. En dan zitten we in ronde nummer 10 van de race. Als we daar dan Esteban Ocon hebben. Voor ons rijdt dus de Fransman. De safety car duikt weer naar binnen. En nog 19 rondes te gaan. Tot nu toe een chaotische race. Wat ik heb meegemaakt. Safety car dus naar binnen, zegt Mark Brisley. Mogen niemand inhalen tot de safety car lijn. En dat is volgens mij start-finish. En dan gaan we ons opmaken voor de herstart. Hoe goed zijn wij wakker? Ocon is heel snel. Jazeker, heeft al slipstream en gooit zijn overtekenknop aan. Wij kunnen hier helaas niet van profiteren en moeten zorgen voor Yuki Tsunoda. Kijkt naar de buitenkant. Ocon doet daar heel veel aanvallen en pakt daar zelfs een teamgenoot. Wat een divebomb van Esteban Ocon naar P5. Wij naar een P7 pakken ook heel veel man
Een prima herstart tot nu toe en Alonso zit te kijken bij zijn teamgenoot voor een tegenaanval lukt niet. Kunnen wij daarvan profiteren? Nee, helaas. Dan zitten we in ronde nummer 11, begin ronde nummer 12 van de race als we slipstream hebben en overtakenknop aan hebben gezet. Alonso en Ocon. Voor P5, daar vallen we Alonso aan de binnenkant. Jazeker, dat is gelukt en dat is P6. De volgende heet dan Esteban Ocon. Die wij moeten gaan inhalen voor een plekje in de top 5. Een prima race tot nu toe. Waarheid Richard Verschoor? Geen flauw idee, maar hij moet er wel zijn. Hij moet er zijn. En één uitvaller dus. Dan Ticktum, die dus gedisqualificeerd is. DRS beschikbaar gesteld in ronde nummer 13. Als we daar Alonso hebben voor een tegenaanval. Hij kan er niet van profiteren, want wij hebben de buitenste lijn. En die lijn zorgt voor meer snelheid uitkomen die bocht. Gele vlag. Er is iets gebeurd. Er valt iemand stil. Dat is een McLaren van Lando Norris volgens mij. Jazeker, Norris uitgevallen in de race. Wij rijden dus in de top 5. Positie nummer 5 in handen van ons. We stappen op het podium. Ocon naar de vierde plek. Hier dus een herhaling wat er is gebeurd met Lando Norris. Ik denk gewoon een motorisch probleem dat de Mercedes motor ermee ophoudt. Is dat ook zo? Ik zie geen rook. Dan denk ik een versnellingsbakprobleem. Jammer, maar helaas. Dan zitten we in ronde nummer 14 van de race. Voor ons rijdt Esteban Ocon op P4. Wij hebben hier DRS kunnen niet naar hem toe rijden. Oh, maar Ocon is hem kwijt. Esteban Ocon is de auto kwijtgeraakt. En wij zien dat en wij kunnen daar maximaal van profiteren. Dat is positie nummer 4 voor ons. Jazeker. Als het zo eindigt, evenaren wij onze beste resultaat ooit. En hier dus een herhaling wat er is gebeurd met Ocon. Maar die is hem gewoon kwijt. Die is hem gewoon kwijt. Exit, snelheid. Te vroeg op het gas en dan krijg je dit. En dan kan hij niet zo makkelijk terugkomen op het asfalt. Nu dan weer terugkomen. Zit daar ook gelijk een haas van Mick Schumacher. Zij aan zij hier, sector 2. Mooi gevecht en Richard Verschoor zit daar pal achter. Kan daar niet van profiteren helaas, jammer. Nog steeds zij aan zij tussen de Duitser en de Fransman. En dan moet Schumacher daar even wijd en Ocon heeft die plek veroverd. Dan zitten we einde ronde nummer 14 als wij naar binnen duiken voor onze laatste pitstop van de dag. Gaan dus naar de harde band. En dan is de vraag waar komen wij terug? We stappen al naar binnen geweest. Rijdt achter ons. ...2,5 is de pitstop. Kon sneller. Maar goed, het is wat het is. En nog 14 rondes te gaan. En wij rijden op de band die ervoor moet zorgen dat wij hier de race op kunnen uitrijden. En we komen terug op een P16. Positie nummer 16, maar weet wel dat heel veel jongens voor mij nog naar binnen moeten. Dan zitten we in ronde nummer 16. Als wij terug verwezen zijn naar een P13, komen we helaas achter George Russell terecht. En daar is het even heel spannend tussen Lewis Hamilton, Alonso en een Alfa Tauri. Het is daar even geel, maar nu weer groen. En we kunnen weer racen, maar Hamilton heeft daar pech. Safety car, er is een safety car. Voor wat? Omdat heel veel auto's zijn gestopt op de baan. Nou, lekker dan. De tweede safety car van de dag. In ronde nummer 18 duikt de safety car weer naar binnen. En we zitten dit keer achter George Russell. Dan is de vraag, hoe goed is onze herstart? Want bij Ocon en Alonso was die echt slecht. En diezelfde Alonso rijdt achter ons. En Richard Verschoor rijdt in de punten. En hoeft volgens mij ook niet meer naar binnen, als ik dat goed zeg. Waar rijdt Verschoor? Weet ik niet. Volgens mij rijdt hij op het podium. Verschoor op het podium. Want ik zie hem niet voor mij. En ook niet achter mij. Dan zijn we wakker gebleven, maar die Mercedes motor is ook zo snel. Jazeker, komen daar gewoon top, zijn uit tekort. En daar zit Alonso al te kijken naar de binnenkant. Lukt dat? Dat lukt niet. En wij maken hier een hele grote divebomb. Jazeker. En dat is P8. Klein beetje. Ja, wat is het? Hoe noem je het nou? Ik weet de naam al niet meer. Maar goed, het is wat het is.
Joe en Schwartzman knokken om die positie. Wij zien dat. Pakken daar Joe aan de binnenkant. Maar dan rijdt Verschoor op het podium. Waar rijdt Richard Verschoor? Ik denk op een P3 als ik dat goed zeg. Rijdt op het podium en hoeft niet meer naar binnen. En hier aan de binnenkant van Schwartzman. Jazeker. En dat is P6. Maar wat kan Richard Verschoor nog? Kan hij een podium gaan binnenhalen in zijn allereerste volledige Formule 1 seizoen? Het zou heel vet zijn als dat gaat gebeuren. En we zitten in ronde nummer 20 als we daar Mick Schumacher hebben. Daarvoor rijdt Magnussen en daarvoor rijdt Richard Verschoor. En volgens mij leidt Theo Pourchaire de race. Theo Pourchaire, die weer terugkeert, leidt de wedstrijd van Bahrein. En daar zit aan de binnenkant van Schumacher brutaal ernaast gezet. En dat is P5. Nu op naar Kevin Magnussen. En hopen dat wij Verschoor nog kunnen bijhouden. In ronde nummer 24 zitten wij alweer. Als Magnussen naar Verschoor is toegereden. Het is geel in sector 2, want Perez is gespind. Sergio Perez is hem verloren. En dat betekent dat Theo Pourchaire de wedstrijd leidt. Richard Verschoor op P2 rijdt. En Kevin Magnussen op het podium rijdt. We hebben nog kans om onze allereerste podium van dit seizoen te kunnen pakken met nog 5 rondes te gaan. Hier dus een herhaling wat er gebeurt met Perez. Ik denk gewoon, ja, te veel op die curbstone. Ja, te veel op de curbstone. En weg is de auto van de Mexicaan. Dat is pijnlijk voor Perez die hier een prima race reed. Maar ja, het is wat het is. Dit kan ook gebeuren. Helaas, helaas, helaas. En dan zitten we in ronde nummer 26 van de race. Als Perez naar ons is toegereden. Ik denk niet dat wij nog naar Kevin Magnussen kunnen toerijden. Dat gat is veel te groot geworden. 2,1 seconden rijden wij niet meer dicht. Verschoor denk ik dat hij ook tekort komt voor de overwinning. Maar er zijn nog 3 rondes te gaan. Terwijl Perez daar even aan de binnenkant probeert. Lukt niet. En moet zometeen op start-finish het opnieuw gaan proberen. Maar wat een chaotische race. Wat een chaotische race. En helemaal voor Dan Ticktum. Jazeker, want ja, op zo'n bizarre wijze uitvallen. Ja, wie had dat gedacht? Gele vlag. Gele vlag. Er is iets gebeurd. Er is iets gebeurd. Maar wat? Wat is er gebeurd? Valt iemand stil? Alonso valt uit. Volgens mij. Fernando Alonso. Motorprobleem. Bij de Alpine. Jazeker. Fernando Alonso. Uitvaller nummer... Wat is het? Goeie vraag. Ik weet eigenlijk niet meer hoeveel uitvallers we nu al hebben gehad. Uitvaller nummer 3, als ik dat goed zeg. Komen niet naar Kevin Magnussen. Dat gat is te groot. En hier dus in herhaling wat er gebeurt met Alonso in ronde nummer 28 was het al gedaan. Hij week al uit naar de rechterkant. Een motorisch probleem en 0 punten voor de Spanjaard. 0 punten voor Alpine. Ik weet niet waar Ocon rijdt. Weer zo'n lekker deuntje erbij. Dat vind ik wel nice. En helemaal bij zijn uitvalbeurt. Maar goed. Het is wat het is. Ronde nummer 28 is het. En Verschoor kan nog een ultieme poging doen voor de raceoverwinning. En het is geel. Alweer geel in sector 3. Er rijdt een Ferrari langzaam. Het is volgens mij Carlos Sainz die een probleem heeft met zijn auto. Wat een chaotische race. Niet normaal wat er hier gebeurt. Perez kan misschien nog aanvallen voor die P4. Doet daar een poging naar de buitenkant. Lukt niet. Lukt niet. En Sainz rijdt daar langzaam. Die duikt naar binnen en heeft volgens mij een lekke band. Laatste ronde loopt. Verschoor kan het nog halen. Kan nog voor de overwinning knokken. Moet oppassen voor Kevin Magnussen. Maar Theo Pourchaire, wat een uitstekende race heb jij gereden. Niet normaal hoe jij bent teruggekomen in de sport. Wou niet verder met ons in seizoen 1. Heeft in seizoen 2 gewoon langs de zijlijn gestaan. En komt in seizoen 3 terug en wint voor Williams zijn allereerste overwinning. Williams is terug aan top met een dubbel podium. Hier dus wat er is gebeurd met Carlos Sainz. Nog in de gele rode Ferrari. En de linker voorband houdt het voor gezien. De linker voorband van Sainz is kapot. Hij moet dus de pits opzoeken voor een nieuwe band. Hier mag niet worden ingehaald. Dat wou George Russell wel doen. Bij de Mercedes houden het gewoon clean, zie ik.
Maar ja, zonde van Carlos Sainz. Ik weet niet wat hij daar deed, maar blijkbaar vond hij dat nodig. En hij moet nu heel traag de pits opzoeken. Hij kan niet harder. Ja, hij kan wel harder, alleen dan rijdt hij heel die band kapot. En heel de vloer kapot. En dan ga je downforce verliezen. En dan is je wedstrijd sowieso weg. Zijn wedstrijd is sowieso al weg. Want ja, hij rijdt stijf achteraan. Niet in de punten. Zoekt de pitstraat op. En duikt, denk ik, naar de softbanden. En weer zo'n gezellig deuntje op de achtergrond, hè. Wel gezellig. Een rode band eronder voor Sainz in de laatste ronde. Die zit daar dus nu in. En dan komen we aan bij start-finish. Dan gaat Theo Pourchaire hier de openingsrace winnen voor Williams. Richard Verschoor. Wat een waanzinnige race heb jij gereden, vriend. P2 voor het team. Magnussen derde. En wij knap als vierde over de finish. We houden helaas meer. Maar goed, het is wat het is. Jammer, maar toch goed gedaan. En krijgen driver of the day. Daar ben ik heel tevreden mee. Op naar de volgende wedstrijd. Brilliant stuff from Williams today. What a superb victory. So, Anthony, what made the difference out there today? I think the key here was just the quality of the racecraft, you know. I mean, how many overtakes did they make overall? I'm sure we have a stat person keeping score somewhere. And it was fantastic to watch, wasn't it? This is a strategic sport at the end of the day, but it's always really gratifying to see close-fought battles on track. It's what all the fans are after. Williams have put in an incredible performance out on the track today. I'm glad all the hard work of theirs has finally paid off. Nou, hier ben dan dus de raceuitslag. Theo Pourchaire wint dus de openingsronde van het klassement van de race van het seizoen. Dat betekent dat de Fransman voor het eerst in zijn carrière aan de leiding gaat in het wereldkampioenschap. Richard Verschoor, knap hoor. P2, Kevin Magnussen maakt het podium voor Williams compleet. Een dubbelfeest voor het Britse team. Wij dus naar een P4 en 2 uitvallers. Norris en Dan tikt hem. Wij staan dus vierde in het coureursklassement. En 10 punten verschil naar Williams voor een plekje op de top. Maar goed, we mogen super tevreden zijn. Wat een resultaat met Richard Verschoor. Een tweede plek. Kwam net wat tekort voor zijn allereerste race overwinning. Hopelijk komt die nog. Het zou echt vet zijn als dat gaat gebeuren. En wij dus naar een P4. Een ongelofelijke race. Een ongelofelijk resultaat. We mogen hier dik tevreden mee zijn. Jazeker. En hopelijk dat dit wel vaker mag voorkomen. Alleen dan moeten wij de race winnen. Dan moeten wij op het podium staan. En dan mag Verschoor tweede of derde worden. Maar goed. Ja, zo steek ik erin. $5,36 miljoen op de bank. Goed gedaan. Daar kunnen we faciliteiten van kopen. Sponsoren even gaan vernieuwen. Of misschien andere sponsoren erop gaan doen. Maar goed, dat zien jullie allemaal in de volgende video. Ik ga deze video in ieder geval afronden, mensen. Ik hoop dat je genoten van deze video. Heb je genoten, bedoel dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de video dan. En vertel me waarom je het leuk vond. Ben je trouwens nu op mijn gamekanaal. Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 22 My Team Creamer content. Elke zaterdag en zondag om 1 uur een video. Dus wekelijks 2 video's in de week. Maar goed. En ja, volg me even op de sociale media. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. @GiannanSchaven op Instagram, Twitter en Facebook. Gewoon volgen. Het zou vet zijn als je dat zou doen. Dit was Giannan mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Ga verder voor meer Formule 1 content. Tot de volgende keer. Hey.